Hallo, hallo. Welkom bij Xtony in het Nederlands. Ten eerste, ik heb een tatoeage en daar heb ik nog een apart filmpje van gemaakt op de dag dat ik hem daadwerkelijk heb laten zetten. Dus dat krijg je nu te zien. Dit is de laatste keer dat je deze arm helemaal gaaf en leeg ziet. Want ik ga me eerst het tatoeage laten zetten. Hey. Ik heb een tatoeage. Ik moest hem even afkoelen. Tenminste, dat werd me aangeraden. Het is een extra verzorgdingetje. Dat ging ik met aardbeien doen, want ik had geen ijs. Oh, het is pikkig. Logisch. Het is vette bont. Dat is wel tof. Ik ben naar Bonkerk geweest in Zaandam. Ik mocht niet filmen helaas, maar ik heb wel foto's. Ik ben heel erg blij dat ik naar hem ben gegaan, want ik zie wel gewoon aan de details en zo, dat hij gewoon echt heel goed zijn werk doet. Ik had mijn moeder mee die lekker met hem aan het discussiëren was. En ik hield me verder gewoon bezig met naalden in mijn arm. De pijn die het gaf, had ik al verwacht. Het was eigenlijk precies hoe ik het had bedacht dat het zou voelen. Dus dat valt eigenlijk gewoon mee. Het duurde maar een uurtje. Iets minder dan een uur misschien zelfs. Want ja, we moesten eerst nog het plaatje printen en op mijn arm plakken en daarna begon hij eroverheen te gaan en zo. Goedemorgen, ik ben net wakker. Ik heb allemaal gelekte inkt op mijn tattoo. Het is niet meer zo dik. Het is ingesmeerd. Yay. Dat is de verzorging en dat moet 3 keer per dag. De dag daarna, na het zetten van de tatoeage, ben ik naar Amsterdam geweest voor een ontmoeting met Nicholas Brandon van Buffy the Vampire Slayer. Ik heb daar helaas niet zo heel veel zelf gefilmd. Het mocht wel, maar ik was gewoon daar in het moment en ik was niet altijd bezig met filmen. Dus ik heb alleen maar een paar stukjes gefilmd van het zingen met de musical aflevering. She's the one, she's such wonderful fun, such passion and grace. Warm in the night when I'm right in her tight embrace, tight embrace. I'll never let her go. The love we've known can only grow. There's just one thing that, no, I'll never tell. Cause there's nothing to tell. Things would be quiet, huh? I love it. I actually love the song. He snores. She wheezes. The housework and freezes. She eats cheeses that I can't describe. Ik was in contact gekomen met Nicholas' vriendin Sarah. Omdat ik zelf bij de grote wijven werk. En ik dacht, nou, Nicholas is door heel Europa aan het toeren. En ik heb een locatie waar hij wel zou kunnen komen. Dus ik had ze gewoon gemaild van, hey, als jullie naar Nederland willen komen, dan heb ik een locatie voor jullie. En dat vonden ze echt heel tof. Maar uiteindelijk zijn ze toch naar Amsterdam gegaan, wat ik echt totaal begrijp. Want dat is gewoon veel toegankelijker voor iedereen. Maar ik mocht wel met korting de VIP-ticket krijgen. Dus ik heb hem gewoon proper ontmoet, met hem op de foto geweest. Knuffels gekregen. Dat was echt heel tof. Ja, Buffy heeft eigenlijk superveel levenslessen. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar anders raad ik het sowieso aan om te kijken. Want het is dus mijn favoriete tv-serie ooit. Ja, het gaat over een meisje die uitverkoren is om het kwaad te verstaan. Zeg maar monsters, vampieren en zo. Buffy gaat gewoon heel erg over in je eigen kracht staan. En dat je ook kwetsbaar kan zijn. Maar dat je altijd jezelf weer kan oppakken. Zoiets. Maar er is nog veel meer in Buffy. De serie bevat ook alles wat de serie nodig heeft. Gewoon humor. Soms is het wel echt wel heftig. Joss Whedon is soms echt gemeen. Joss Whedon is de regisseur. Is soms wel echt gemeen met het doodmaken van personages en zo. Hecht je maar niet te veel aan bijpersonages. In mei heb ik Endgame en Game of Thrones gekeken. Surprise! Endgame. Mooie afsluiting van Marvel films. De Infinity reeks van Marvel. Want er komt natuurlijk nog meer. Want er komt in Spider-Man. Het is natuurlijk wel een beetje emotioneel dat er een einde komt aan bepaalde personages en zo. Maar ik ben blij dat Spider-Man terug is. Er waren wel heel veel negatieve reacties over het einde van Game of Thrones. En ik vond het op zich wel, nou ja, een oké einde. Het had alleen wat spannender gekund. Ik vind Bran gewoon een beetje saai. Dat was hem, denk ik. En meer niet? Nee.
Ik heb een nieuwe ketting. Kijk, bergkristal. Die heb ik bij Zaanstaand gekocht in Zaandam. En die sluit echt zo goed aan op mijn oorbellen die ik bij Shamira had gekocht. Vet goed. Ik heb 2 boeken uitgelezen. En die was ik al aan het lezen in april. Maar die heb ik uitgelezen in mei. Mortal Instruments, City of Heavenly Fire. Waarmee ik dus die serie heb uitgelezen. Waar Shadowhunters ook naar is gemaakt. Een goede reeks. Alleen in het laatste boek had je ineens een hele familie erbij. Ineens een hele nieuwe familie die dan ook vet belangrijk was en zo. Waar er gewoon een hele hoofdstuk over gingen. En ik dacht echt, ja, lekker boeiend. Ik heb net allemaal boeken over andere personages gelezen en ineens zijn deze mensen belangrijk. Dus dat vond ik een beetje raar. Maar het waren op zich wel leuke personages. En ik heb wel zoiets van, als ze daar nou weer een aparte serie over gaat schrijven, is dat nog wel leuk. Maar ik vond het wel een beetje random. Ik wilde eigenlijk natuurlijk wel een aanloop zijn naar een. Ja, dat zou kunnen. Dan heb je al een soort introductie gehad. Ja. Maar verder boeide die familie me gewoon niet. Want ik, nou ja, een beetje misschien aan het einde. Maar ik wilde gewoon weten over Clary en Jason, Isabel en Simon en Alec en Magnus. Ik vond het wel grappig dat de serie wel ongeveer hetzelfde verhaal aanhield, maar toch echt weer compleet dingen omdraaide. Wat met het ene personage gebeurde in het boek, gebeurde met een ander personage in de serie. Dat was echt super vaag. Maar goed, dat is. En ik heb Pippi Langkous gelezen. Dat is wel leuk. Dat is gewoon even zo'n boek die je dan even tussendoor leest. Deze maand ga ik een ander boek lezen. Ik ben namelijk met een boekenclub begonnen. Een vriendin van mij die appte zo van, ja, ik wil een boekenclub beginnen. Wil je meedoen? En je mag ook iemand meenemen. Dus Alyssa die is met me meegegaan naar onze eerste boekenclub meeting. En daar hebben we het boek de Eenzaamheid van Priemgetallen of zo. Nou ja, Solitude of Prime Numbers is het volgens mij. Nou, dit ga ik dus lezen voor de boekenclub. En ik ben begonnen in It. Maar die is nogal dik, dus die ga ik deze maand echt niet uitkrijgen. Nog. En ik ben aan het lezen in Taal is zeg maar echt mijn ding. Echt. Taal is zeg maar echt mijn ding. Van Paulien Cornelissen. Ja, maar dat is wel leuk. Die ga ik wel uitkrijgen deze maand, denk ik. Ja, weet ik wel zeker. Ik heb gisteren Sanne Vliegende Hart ontmoet. Books and Quills. Zij is een booktuber. Ze woont nu in Londen en ze filmt in het Engels. Nou ja, zij heeft me wel een soort van gemotiveerd om Nederlands te gaan vloggen. Eigenlijk was ik het al van plan. Maar ik had het er even met haar over dat ik dat dus van plan was. En haar leek het wel een goed idee. Ik werk dus bij de Grote Wijven in Hoeveer. Daar heb ik wel vaker gefilmd. En ik heb daar een evenement georganiseerd, Saantube. Ik vond al die YouTube-evenementen zijn allemaal zo groot en onbetaalbaar. Dus ik dacht, oh, ik kan een stukje van de Saantv er wel in stoppen. Ja, toch? Dit heb ik uitgelegd op tv. Hoi, welkom allemaal. Ik ben Kathleen. En ja, ik ben al een hele tijd bezig met YouTube. Als kijker, maar ook als maker. En ja, ik wil ook wel graag naar YouTube-evenementen. Maar die zijn allemaal zo groot en onbetaalbaar. En ik dacht, ja, ik werk bij de Wijver. Laat ik gewoon zelf iets neerzetten. 3, 2, 1, go! Hey! Ja, ik heb dus een evenement georganiseerd wat dus wat kleiner is dan al die mega YouTube-evenementen. Zodat het toegankelijk is voor mensen zoals ik die geen geld hebben en gewoon mensen willen ontmoeten. En dat is wel aardig gelukt. Ik had 2 lokale YouTubers die ik ging spreken. Kim uit Krommenie en Mike uit Hombeveer. En ik had Blanks uit Groningen. Die kwamen dan van wat verder. Maar die gingen muziek maken. Het was de eerste keer dat ze op het podium stonden. Als ze straks vet beroemd zijn, dan kunnen wij dat mooi zeggen. Ik heb licht gedaan voor ze. Wow! Als ze straks vet beroemd zijn, kun je dat mooi zeggen. Ja. Koud. Oh. Om ijs in mijn kies. Maar Blanks was echt vet leuk. Ze hebben zelfs mij aan het dansen gekregen. Er was helaas een beetje weinig publiek.
heel erg weinig publiek. De mensen die er waren, die vonden het echt heel leuk. Nou, misschien ken je deze, het is van een liedje van Post Malone. Het heet Better Now, maar dan was jij het dan. Eten. We hadden heel gezond eten van onze kok Herman. Oh ja, en een vlogworkshop ervoor nog. Gabrielle en Niels van Fluxus, die gingen een vlogworkshop geven. Daar komt trouwens wel een aparte video van online. Ik ga met Alyssa filmen. En toen kwam Robert-Jan erbij. Gouden vlog, dus die komt binnenkort online. Ja, Sanne dus. Sanne was gewoon fantastisch. Die had het ook gewoon over hoe je kan beginnen met vloggen en allemaal tips erover. En hoe het allemaal een beetje in elkaar zit en wat zij doet en wat zij heeft geleerd. En dat was gewoon heel cool. En Alyssa en ik zijn aardig gemotiveerd weer om YouTube op te pakken. Dus ja. Bij deze gaan de omslag naar Nederlands. Ik hoop dat je het wat vindt. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En subscribe. Dat soort dingen. Oké, adios. Goed zo. Ik wacht tot je 18 bent. Ik drink nog steeds bijna alleen maar water. Ik ook. En ijsthee. 90% water. Zie je niet? Ja.